Ik heb dit gedicht gekozen. Het zijn woorden van Charles Pécuy. Het was zo dat met nieuwjaar dit jaar de nieuwjaarsbrieven voorgelezen werden, maar plots ook mijn vader, die 84 jaar is, een nieuwjaarsbrief tot ieders verrassing boven haalde. En dat was een nieuwjaarsbrief voor mijn dochter van drie jaar. En het is gebaseerd, want ik heb het exacte gedicht niet teruggevonden, dus ik denk dat het misschien wat aangepast is door mijn vader. Op woorden van Charles Péguy, Dat is een Franse dichter, schrijver, opiniemaker van meer dan 100 jaar geleden. Gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog. En het gaat over het klassieke thema geloof, hoop en liefde. Maar de hoop die zit hem bij het kleine kindje dat nog heel haar leven voor zich heeft. En eigenlijk is dat op persoonlijk vlak heel mooi, maar ook op politiek vlak zou je kunnen zeggen: Het is de nieuwe generatie die we alle kansen moeten geven. En dat is het idee van duurzaamheid waar we natuurlijk ook zelf heel veel mee bezig zijn. Maar het gaat over het gedicht, het gaat niet over politiek, zoals het voorgelezen werd door mijn vader. Het geloof, dat is een trouwe echtgenote. De liefde is een moeder, vurig en ruimhartig. De hoop, dat is een heel klein prutsmeisje. Geboren kerstmis vorig jaar, het speelt nog met de Kerstman. Maar het is dat kleine meisje dat de wereld zal doorkruisen, zij alleen. Zij draagt de anderen en doorkruist de werelden in wording.